Hallo, leuk dat je komt kijken. Ik wil jullie vandaag deze kaart laten zien en hoe ik deze gemaakt heb. Ook deze is van de Facebook Live van afgelopen week, waarvan ik dat filmpje had gewist, weet je nog? Zullen we beginnen? Ik heb deze in het Petal Pink gemaakt met Crumb Cake en Whisper White. Maar vandaag ga ik werken met Soft Chiffon. Ook een hele mooie zachte kleur. En dan ga ik toon in toon werken voor de achtergrond. Voor de eerste layer. Die ga ik stempelen met Stemperatus. Ik heb de grote stempel er vast op gedaan. En dan gaat het kaartje, of de layer is het eigenlijk, hè, de mat. Die doe ik hier in de hoek. Even kijken of ik het goed gedaan heb. Of die eronder zit. Nee. Deze kan wat dieper zakken. Ja, zo zit hij er wel goed in. Op het randje. En dan gaan we een beinkten. Er even helemaal op leggen. Hier leggen we eventjes een stempeldoos onder. Om te voorkomen dat hij gaat knieken. En dan gaan we hem beinkten. Met de Softie Foam inkt. En ik gebruik de Stemperatus, omdat je misschien wel een paar keer moet afdrukken. Oh, het valt mee. Hij komt er redelijk goed op. Ik ben niet helemaal tevreden, maar het is aardig goed gelukt. Ik stempel hem met de achtergrondstempel. En dan moet ik even kijken hoe die ook alweer heet. Volgens mij is de Handfrost Letter. Zo, die haal ik er even heel voorzichtig vanaf. Zodat mijn handen niet onder de inkt komen. Die maak ik straks even schoon. Dat is hem geworden. Die gaat op de basiskaart. Van 14,5 bij 21 gedeeld op 10,5. Tuurlijk. Doet de lijm het weer niet. Dan heb ik voor het tweede laagje een stukje Whisper White van 13 bij 9. En die gaan we eerst sponsen met Soft Chiffon. Ik moet even kijken, ik ben vergeten een dauwbertje te pakken. Beetje dom. Deppen we eerst een beetje af. Dan gaan we heel zachtjes over het papier heen. Om een klein achtergrondje te creëren. Kijk, en nou heb ik even stilgestaan en dan zie je hem al. Beetje jammer, maar de bloem komt er nog overheen, dus dat scheelt. Je begint buiten je papier en dan doe je met kleine draaiende bewegingen. Klein dun laagje inkt aanbrengen op je papier. En je kunt het net zo dik maken als dat je zelf wil. Je hoeft bijna geen druk uit te oefenen. Gewoon zachtjes rondjes draaien. Ik vind het wel prima zo. Beetje jammer dat hier fout is gegaan.
gaan we nog wat spetters aanbrengen, net als op de andere kaart. Gewoon. Met de soft seafoam stamp and write marker. Write marker. En dat doe je met de lange grote punt, zo in het dopje. En dan gewoon een beetje spetters aanbrengen. Dat als je denkt van, nou, is wel genoeg zo. Ik vind het wel genoeg zo. Look. Zie je hem? Kan je goed zien dat ik zie? Hier heb ik heel even stilgestaan met de dauber. En dan heb je gelijk een dikke afdruk. De rest is best wel goed gelukt. Dat is de achtergrond. Dan komt daarop de bloesemtak. En die stempelen we met Basic Cray. Die heb ik al op een... Daar gebruik je gewoon een reststukje papier voor. Flink in de inkt zetten. En daar hebben we hem. Mooie tak uit de Forever Blossom stem set. Dan stempel ik ook gelijk eventjes de tekst. En die heb ik uit Label Me Bold gehaald. Ik gebruik vandaag de Happy Birthday. En die ga ik straks uitknippen. Kijk eens aan. Dat was het stempelwerk alweer. Dan gaan we van deze gaan we alleen de bloemen inkleuren even. En dat doe ik met soft seafoam. Ik hou hem helemaal toon in toon. En dan begin je te kleuren met de lichte kleur. Het doet niet zo heel netjes, want anders gaat het echt heel langzaam. Dan gaat hij heel lang, gaat het filmpje heel lang duren. Maar dit is het idee. Even alle bloemen inkleuren met... Je begint met licht, met een lichte blend. Dit doe ik dus met stamping blends. En ik heb gestempeld met watergedragen inkt. Dan kun je ongestraft blenden. Met de blends. De blends zijn op alcoholbasis. En als je die gebruikt, dan stempel je met inkt op waterbasis. Wil je gaan waterverven of met aquapaints werken, dan raad ik aan om met Stazon te stempelen. Dat is een alcoholgedragen inkt. En daar kun je weer mee waterkleuren. Kijk, nu gaan we iets aanzetten bij donker. En dan gaan we er zo nog een keer met de lichte blend overheen. Om het in elkaar over te laten vloeien. Nou lijkt hij heel donker, maar hij droogt straks echt weer een stuk lichter op. En dan zie je dat kleurverschil er wel degelijk in. Ik kleur de blaadjes dit keer niet, omdat ik dat gewoon wel leuk vind bij deze kaart. Om een beetje basic te houden.
En dan gaan we nog even opleuken met de chalkmarker. Zet ik op die kleine zwarte puntjes, zet ik wat witte puntjes. Die springen er dan net weer wat uit. Dat hoeft niet natuurlijk, maar ik vind dat wel leuk. Dan laten we hem even drogen voordat we hem gaan stansen. En dan komt het stanswerk. En ik kan eventueel die happy birthday alvast uitknippen. Dat zou ik wel even kunnen doen. Dat doe ik gewoon met de pepersnips. Heel klein wit randje eromheen. Die is vast klaar. En dan kan deze uitgestanst gaan worden. Mooie grote stans uit de stansenset. Die leg je eromheen. Pakken we de Big Shot er even bij. Ik heb de magneetplaat erop zitten. Dus ik heb geen... tapejes nodig om hem de stans vast te zetten. Toverplaat erop. En stansen mij. Dat is de bloem. Zo, de bloem is alweer klaar. Druk je uit je stans en zo heb je een prachtige uitgestanste bloem. We hebben nog een stel bloemetjes nodig, zoals jullie gezien hebben op die basis. Ik zet eventjes de Big Shot weg. Dan hebben we deze bloemetjes allemaal nog nodig. Die zitten ook allemaal in de stansenzet. Die takjes zitten erin. Die heb ik al uitgestanst, maar ik zal even laten zien wat ik ervoor gebruikt heb. Ik heb deze bloemetjes gebruikt. Dit zijn de stampertjes in de bloemen. En dit zijn de opleggertjes op de bloemen. Die heb je zowel in het groot als in het klein. En deze tak heb ik twee keer uitgestanst. Dan pakken we die erbij. Hier heb ik de takjes. En hier de bloemetjes. Die bloemetjes heb ik ook gekleurd met de blends. Ik heb het kleine bloemetje met de donkere blend ingekleurd. En het grote bloemetje met de lichte. Maar van de grote heb ik alleen het midden een beetje ingekleurd. Natuurlijk zou je ze ook gewoon uit... gekleurd cardstock kunnen halen, deze bloemen. Ook geen enkel probleem. Hier zet ik alleen het midden een beetje van aan. En dan gaan we de bloemen in elkaar zetten. En dat doe ik met de glue dots. Een glue dotje op het midden van de bloem. Klein beetje buigen, dat hij een beetje beweging in de bloem komt. Dat doe ik ook met het bovenste gedeelte. Die komt hierop. Op het kloedotje. En dan het stampertje er nog in. En dat heb ik met alle drie de bloemetjes gedaan. Dan heb ik de takjes nog. En de takjes zijn nu nog helemaal van
ik heb deze keer Softsuede gebruikt. En op die andere kaart had ik Early Espresso. En ook hier heb ik met de chalkmarker de bovenkantje wit gemaakt. Zodat ze een beetje op katjes gaan lijken. Weet je wel, die wilgenkatjes die je in het voorjaar altijd hebt. Vroeger mochten wij ze altijd plukken. Plukken. Voor de Pasen mochten we altijd een paar takken gaan halen om op de vaas te zetten. Dat was echt zo'n voorjaarsbeginnetje. En dan gaan we de kaart weer verder in elkaar zetten. Dan beginnen we met de grote, met de tak. En nu ga ik natuurlijk wel even kijken hoe ik die fout weg kan werken. En dat kan. We plakken dimensionals op de achterkant van de bloem. Zowel grote als kleintjes ga ik gebruiken. En ook flink veel, zodat het goed vast zit. Hier nog een. En deze komt als eerste op je achtergrond die je net gemaakt hebt. Even al die achterkantjes eraf. Hoppata. Even goed opletten dat ik dat een beetje wegwerk. Zo. Hoe schattig. Dan ga ik de tak doormidden knippen. Allebei. En die ga ik verdelen over de bloesemtak heen. Deze doe ik denk hier. Die zet ik ook weer vast met glue dots. Hier zet ik even kloedertje. Daar komt deze tak op vast. En dan doen we. Ja, daar zal ik toch nog een kloedert bij moeten zetten. Dat gaat niet lukken. Deze komt hier. Dat we deze een beetje hier plaatsen en die komt helemaal bovenaan onder de bloemen, onder het takje uit. Gaan we hier even tussenin proberen te wurmen. Zo. En vast. Kijk. Dan hebben we alle takjes. Nou gaan we, en hierna ga je de bloemen verdelen over je. En dan kun je kiezen of je zet ze met dimensionals vast. Of met glue dots of gewoon met lijm. Ik doe het met glue dots dit keer. Voor de snelheid. Kijken. Het is een kleintje, dus die doen we op midden. Dit is een van de grotere. Die mag onderop. En dan deze nog. Die mag bovenin. Ik denk dat ik hem nog even een beetje draai. Zo. Daar vind ik wel mooi. De tekst er nog bij. En die zetten we ook even vast met kleine dimensionals. Die passen er precies onder als het goed is. Yep. Nee, toch even mijn prikpen.
En die plakken we hierbij. En plakken we de mat op de basiskaart. En is ook deze kaart weer bijna klaar. Ik denk dat ik nog wel wat bling erop wil hebben. Nou weet ik niet waar ik die heb gelaten. Die zie ik even niet zo gauw liggen. Ik heb hier wel goud liggen, maar die vind ik niet mooi erop. Dat is nou jammer, jongens. Ik had ze een beetje verstopt. Die gaan we er nog op zetten. Vind ik wel leuk. Hier op de hartjes. Ik hoop niet dat mijn hoofd in beeld was. Die mag hier. En op eentje op deze. En dan is ook deze kaart helemaal klaar. Eén in petal pink. En één in soft chiffon. Ik vind ze leuk. Ik zie jullie de volgende keer weer. Ik denk dat er een donderdag weer een filmpje online komt van de laatste kaart uit de Facebook Live. Tot dan. Groetjes.